Welkom bij weer een nieuwe aflevering van Campus in Beeld. We zitten midden in de tentamenperiodes en iedereen heeft het super druk. Ik in ieder geval wel. Hoe zit het met jou, Anne? Ik ben altijd druk. Maar ja, gelukkig had ik wel de fantastische tips van Marlies en Teun. Puk. Van Marlies en Puk. Het is weer tentamentijd. Voor menig student de reden om in paniek te raken. Maar wees niet bang. Wij hebben een aantal fantastische tips voor je op een rijtje gezet. Tip 1. Studeren is al zwaar genoeg. Wissel het dus af en toe af met een pauze. Tip 2. Powernaps schijnen te werken. Draai je daarom vooral nog een keer om. Tip 3. Een bureaustoel zit natuurlijk voor geen meter. Maak het jezelf dus vooral gemakkelijk. Tip 4. Rotzooi leidt tot afleiding. Ruim je bureau dus op. Een schone werkplaats is een fijne werkplaats. Tip 5. Vergeet niet na het tentamen lekker een biertje te drinken met je vrienden. Ook als je geen vrienden hebt, pak dan vooral lekker een biertje om te vieren dat het allemaal over is. Mijn tentamen zit erop, dus ik neem er lekker één. Maar als jij nog wel een tentamen hebt en je wil het studeren even achter je laten, dan hebben Theo en Leo een fantastisch plan. Ze gaan lekker knutselen. Hallo en welkom dames en heren bij weer een nieuwe aflevering van Hoe overleef ik de winter? De vorige keer zijn we lekker gaan vissen met een prachtige vangst als gevolg. Maar we hebben gelezen op internet dat alcohol niet de oplossing voor je winterdepressie is. En wat het internet ons ook heeft wijsgemaakt is dat creatief bezig zijn je depressie zou kunnen helpen verminderen. Dus ik en Leon gaan een middagje knutselen. Nou Teun, wat staat ons te wachten? Nou, we gaan 3 leuke knutselactiviteiten doen. Schilderen, tekenen en origami. Nou, ik heb hier geprobeerd verschillende elementen te combineren. Liefde, bier, water en gras. Wat heb jij gemaakt? Nou, ik heb ook mijn liefdes gemaakt. Een flesje bier, triangle en 8. Dat zijn de dingen waar ik vrolijk van word. En ik moet zeggen, het werkt wel. Dat is diep. Kunstzinnig. Goed voor je. En nu gaan we aan de slag met origami. Nou, ik ga beginnen met een beer. Dat is omdat mijn grote vriend Poetin altijd met beren worstelt. Leon, wist je dat origami de Japanse kunst van het papiervouwen is? Ik heb een kat gemaakt, zoals je kan zien. Je maakt eigenlijk in principe eerst de basisvorm. En daarna kan je nog details toevoegen met stift, potlood, verf. Origami schijnt heel goed en rustgevend voor de geest te werken. Mr. Leon is nog even bezig, dus ik ga vast verder met de kleurplaat. Nou, Leon en ik hebben van allebei van onze superheld een kleurplaat uitgeprint die we mooi in gaan kleuren. En Leon, je raakt jezelf eigenlijk gewoon helemaal kwijt in een andere realiteit, waardoor je minder met je depressie bezig houdt. Ja, ik ben het ermee eens. Ik voel me ook weer een beetje kind eigenlijk, dus had ik ook altijd kleurplaat in te tekenen. Van dezelfde persoon notabene. Nou Leon, ik heb mijn favoriete helden Spider-Man, Superman, Wonder Woman, Batman en Wolverine getekend. Nou, ik heb een niet-fictieve held zoals jij, want ik hou niet van die neppe shit. Ik heb een echte held in het leven gemaakt. Hij is wel helaas al dood, maar... Oké.
Juist. Ik vond het eigenlijk wel leuk allemaal, deze knutseldingetjes. Ja, ik denk dat het ook voor depressieve mensen heel goed werkt. Want je verliest jezelf gewoon even in een andere wereld, waardoor je niet zo bezig bent met je eigen problemen. Dus Anne en Dagmara, voor jullie ook een sterk aanrader. Ja, van al dat gedrinken, daar word je niet vrolijk van. Dat blik bier kun je ook gewoon uit de koelkast pakken. Dus ik zou zeggen, maak hier een appeltaart. Kunnen wij ook nog een beetje meegenieten. Of schilder een appeltaart. Of origami een appeltaart. Nee, maar Teun en Leon, die hebben gewoon die hebben kunst gemaakt. En kunst kan je vanuit verschillende perspectieven zien. Misschien daarom dat de Unie de slogan heeft veranderd naar Change Your Perspective. Ik vind het een goed bruggetje. Ja? Ik vind het een goed bruggetje, ja. Laude. Lekker. Meer alcohol. Sommige studenten was het al opgevallen. De universiteit heeft een nieuw thema. Change Perspective. Maar wat houdt dit nou eigenlijk in? Het houdt een heleboel in. Het komt erop neer dat zeg maar, onze reputatie die blijft wat achter, hè, bij de prestaties. Kijk naar de keuzegids, Elsevier. De scoren gewoon heel goed, maar ook in onderzoeksprijzen die we binnenhalen. Dus we moeten wat meer gaan doen aan onze reputatie, zichtbaarheid. En we hebben Change Perspective vooral bedacht als kapstok om te laten zien wat we hier allemaal doen. Op zich past het thema natuurlijk bij heel veel universiteiten. Maar wij hebben het idee, omdat we hier een brede universiteit zijn en veel disciplines hebben, maar ook een hele open persoonlijke benadering hebben, dat het goed past bij de Radboud Universiteit. Sinds dit jaar heeft de universiteit een nieuw thema. Heb je daar al iets van meegekregen? Nee, daar heb ik niet iets van meegekregen. Tot net toe nog niet. Okay. Ja, je hebt het net verteld, dus vandaar dat ik het wel weet, maar voor de rest had ik er nog niet eerder van gehoord. Ja, je hebt nou ook allemaal tekeningen op de grond over de hele campus. Ben je die al tegengekomen? Ja, in het Huygensgebouw is er eentje. En volgens mij hier bij Erasmus op de grond is er ook nog eentje. Ja, overal op de campus zijn tekeningen op de grond verschenen. Weet je waarvoor deze zijn? Nee, eigenlijk niet. Nou, ik zag dat ze vorige week al een beetje aan het schilderen waren hier, inderdaad. Nou, het gaat natuurlijk om perspectief. Voor mij is dat een beetje het doel van de Raad van Bestuur. Om studenten toch anders te laten denken naar dingen, anders laten kijken. En ik denk dat dat ook een beetje het doel is. Denk je dat die tekeningen jou helpen met je perspectief veranderen? Nou, ze zijn wel in perspectief getekend, inderdaad. Ik zie de relatie tussen mijn perspectief veranderen en de tekening niet zo heel erg snel. Maar... De laatste tijd hebben we van die tekeningen op de grond gezien. Hoe past dat binnen Change Perspective? Nou, dat is natuurlijk niet. Hè, die tekeningen zijn niet het verhaal. Dat is echt een. De jaarreden was 5 januari. Daar is het verhaal toegelicht. Het nieuwe strategisch plan, ook het thema Change Perspective. We vonden het aardig om op deze manier aandacht te vragen voor het thema. Naast zeg maar een meer inhoudelijk stuk op de site en dergelijke. Dus het is echt een beetje een meer wat geinige manier om wat aandacht te vragen voor het thema. Maar ook om de campus gewoon weer even wat verrassends te brengen, zeg maar. Ja, wat vind je er eigenlijk van dat die tekeningen er zijn? Ja, ik vind ze super mooi. Ik vind het heel knap. Ik kan wel wat nuttigers bedenken dan tekeningen op de grond. Al vind ik deze wel mooi. Volgens mij zit er ook eentje bij de UB. Ik heb hem alleen op Facebook gezien, niet in het echt. Maar die vond ik wat minder... Minder toevoegen eigenlijk aan het uiterlijk vertoon van de universiteit. Ja, en hoe kan de student het beste merken, Change Perspective? We zijn het nu gaan toepassen, het thema zeg maar, in de hele studentenwerving. Dus nieuwe studenten die komen er al tijdens hun schooltijd of als masterstudent, aankomend masterstudent, krijgen ze ermee te maken. En dan speelt het gewoon meer in naast de feitelijke informatie over de studie, op waarom zou je nou je studie hier gaan doen. Dus dat is één ding. En daar gebruiken we ook verschillende voorbeelden in vanuit de opleiding zelf. Ja, op welke manier er vanuit andere disciplines en dergelijke naar jouw vak wordt gekeken. Dus zo wordt het verder uitgediept. Dus we zijn nu begonnen met aankomende studenten. Maar het moet meer ook gaan integreren in het verhaal naar studenten toe. Dus ik snap dat op dit moment studenten nog niet veel ervan hebben meegekregen. Maar dat zal nog wel gaan gebeuren. Jullie zullen nog veel van ons gaan horen op dit thema. Nou, mijn perspectief hoeft in ieder geval niet aangepast te worden, want vroeger was het veel beter in jaren 90 en zo, een veel betere ja, jaren. Ja, ik wil nog één ding zeggen. Kappersche Bilt is hardcore. En hardcore is leven. Nou, lul, niet zo lachen, joh. Oké, wacht. Ben je klaar? Nee, ja. Nou, mijn perspectief hoeft niet aan te passen, want vroeger was alles veel beter. Neem nou die jaren 90 film. Ja, ik wil nog één ding zeggen. Kappersche Bilt is hardcore. En hardcore is leven.
Ja, en mensen die zeggen dat kampenbeelden Mongolen zijn, ze zelf een stelletje Mongolia. Zoals jullie misschien is opgevallen, is er nou al 2 weken achter elkaar geen partycam. Als je van feesten houdt, kijk even op de agenda van 024.nl. En in de tussentijd zijn hier de geweldige haktalenten van Teun en Leon.